Abonneer mij! Ik bedoel Minecraft! Ja, Minecraft! En abonneer me! En doe meteen een blauwe duimpje omhoog en zo, want we gaan iets leuks doen! Het is een Minecraft mappie, maar niet zomaar een Minecraft map. In deze map heb je 30 manieren om dood te gaan in Minecraft. Dus ik ben wel heel benieuwd wat er is. Meestal, de enige manier waarop ik dood ga in Minecraft is door in de lava te vallen. Dus, ik ben benieuwd wat deze map mij allemaal te bieden heeft. En dan kan ik hier gewoon, wacht, hier staan de regels nog trouwens. En de credits natuurlijk. 30 manieren om dood te gaan. Credits naar Z49. Difficulty moet op easy. Die heb ik op easy. Mooi. Ja, geen twee players. Je moet hem opnieuw downloaden om de map te resetten. Oké, dan kunnen we beginnen. Hier hangen allemaal bordjes. Zou ik ze gewoon meenemen? Ik weet niet wat je ermee kan. Maar ik neem ze gewoon mee voor de zekerheid. Hè? Poenk. Level 1. Fall damage. Fall damage. Ja, maar dat is niet zo moeilijk, toch? Oh, ik moet nou steeds allemaal manieren vinden om mezelf te killen. Ik zet even de Minecraft muziek iets zachter, want die staat wel behoorlijk hard. Ik speel hem op versie 1.8. Moet je nagaan. Dat is heel laag. Nou, een normaal spelen op 1.14. Oké, de muziek zet al zacht. En dan kunnen we beginnen. Ja, ik denk dat ik gewoon omhoog moet bouwen. Ik bouw gewoon zo omhoog. En dan laat ik mezelf vallen. En dan een paar keer. Maar ja, ik kan net zo goed de trappetjes hier zo plaatsen. Of kan ik die niet hier plaatsen? Waarom kan ik de trappetjes niet plaatsen? Ah, kijk. Kijk, als ik gewoon zo doe. Maar dan moet ik mezelf 100 keer laten vallen. Maar ik kom er wel. Nou, nog 2,5 hartje en dan ben ik er hoor. Zo was ik trouwens doodgegaan in de hardcore survival serie van Rudy en mij. Dat sloeg helemaal nergens op. Ja hoor, ik ben dood. Oké, en nou moet ik gewoon respawnen of zo. Oh, level 2. Water. Nou ja, dat is easy. Dan ligt hier een emmertje. En wat iron. Wat ik nou doe is gewoon mezelf lekker inbouwen. Oh wacht, dat doe ik even anders. Eentje hoger. Ik doe hem hier. Bouw ik hem helemaal dicht. Nou wordt het wel pittig donker. Wat ik doe is... Wacht, ik laat hem wel even open naar wat licht. Ik doe de emmer water hierboven. En dan verdrink ik vanzelf wel. Zuurstof is op. En dan gaan de hartjes omlaag. Leerzame content by the way. Abonneer op mijn kanaal en volg me op Instagram. Oké, respawn. Lavaval. Oh, wat? Wat moet ik doen? Ik moet gewoon omlaag springen, of wat? Oké, daar ben ik goed in. Lavaval. Oh, moet ik hier helemaal doorheen vallen? Ah, hier zit hij. Oh, ik zat erin. Waarom doet hij niet? Oh mijn god. Nou, even kijken hoor. Nou, hier, hup. Kijk eens aan. Lekker, man. Goeie. Level 4. Anti-gravity. Geen zwaartekracht. Oké, die moet ik splashen, neem ik aan. Hoe ga ik dood dan? Oh, lol. Ja, dat is easy. Ik blijf gewoon zo springen en doodvallen of zo. Maar ik ken deze dingen helemaal niet. Dat is wel grappig. Dus als je zo'n ding op de grond gooit, dan vlieg je in één keer de lucht in of zo. Redstone. Oh, wat moet ik doen? Ik moet mezelf killen met redstone. Oh, dat is lastig. Dan moet ik er nadenken ook. Ja, nou, ik moet in ieder geval die dropper neerzetten. Ik doe het gewoon even hier of zo. Die dropper face. Een dispenser. Kijk, hier moet ik denk ik die pijlen allemaal in doen. Ik ga gewoon hiervoor staan. Ik zet de blok hier neer. En ik zet gewoon even de redstone erop. Zo dood. Nou, nog eentje. Zoiets kan ik al een keer maken om Rudy te brengen of zo. Dat is wel grappig. Maar dan dat hij automatisch blijft schieten, weet je wel. Dat lijkt me leuk om te doen. Level 6. De bal of fire. De vuurbal of zo. Netherrack en fire charge. Oh, ik heb per ongeluk iets verkeerd gedaan. Ik heb nog iets doms gedaan. Ik heb per ongeluk die bal met vuur laten vallen. Nou ja, wat ik dus moest doen is dit neerzetten. En dan die bal, vuurbal hierop zetten. En dan verbrand ik gewoon. Maar ik heb per ongeluk die vuurbal laten vallen. Dus wat ik nou doe, is gewoon even slash kill. Dan ga ik naar het volgende level. Hier, level 7. Ja, sorry, maar dat ging per ongeluk. Maar je weet niet hoe het wel werkt. Bijl. Wat moet ik doen? Huh? Hoe moet ik mezelf nou doodkrijgen? Aha. Wow! Wat gebeurt? Ja, man! Jemig, wat slaat dat nou even op? Wat? Wat slaat dat? Oké, dat is grappig. Anvil. Oh, wat? Oh, maar... Oh, wacht. Als ik deze hoog plaats, dan valt hij gewoon op mijn hoofd in principe. Poenk. Zo kun je ook mensen trollen trouwens. Gewoon een anvil boven ze plaatsen en dan valt hij gewoon op hun hoofd. En dan gaan ze dood. Dat is ook grappig om te doen. En dan zijn we dood. Top. Volgende level. Level 9, Void the Bed. Void the Bed. Oh, wacht. Tuurlijk. Als je dit zo inbouwt, zeg maar, nog het slapen in de nacht, dan ga je dood als je wakker wordt. Dan sta je weer op en dan heb je al die blokken tussen je hoofd zitten, zeg maar. En dan... Huh? Wat slaat... Huh?
Ik ben echt heel vooruit. Ik heb geen idee wat er gebeurde, man. Maar wat? Wat moet ik hier doen? Obsidian, flint en steel. Dan moet ik een netherporter maken, of wat? Ja, weet je wat ik ook gewoon kan doen? Ik zet mezelf in een fik. Oh, maar dat doet niks. Oké, dat is raar. Nou, dan ga ik maar even een netherporter bouwen, hè. Ik heb een netherporter al nu. Ik denk dat hier een of andere vage ding is of zo. Vuur! Of gewoon omlaag vallen of zo. Waarom doet er niks? Oké, ik weet niet waarom ik niet dood kan gaan door lava. Ik wil dood gaan door lava, please. Je hebt alleen maar allemaal nether quartz en salt sand. Wat kan ik ermee? Moet ik hier iets minen of zo om dood te gaan? Ik snap het niet. Moet ik nou weer terug of zo? Hallo, ik wil omhoog. Oké, weet je, ik ga gewoon met de poorten terug. En dan moet ik even kijken wat ik moet doen. Oh, wacht. Misschien zo. Dit doet wel damage, ja. Dat is verwarrend. Maar ik kreeg net geen damage van vuur. Maar dit is zo'n permanent vuur. Misschien is dat het? I don't know. Level 11. The end. You are not finished yet. Oh. Nou, oké, dan ga ik naar de end toe. Oké, dan moet ik even ender eyes maken. Zo, 12 stuks. Moet je nagaan. Ik ben nog nooit in de end geweest. En ik doe dit zomaar even, hè. Easy. Ender dragon. Ja, hey. Daar ben ik er niet op voorbereid. Waarom zit ik in een of andere box? Hadden ze mij niet even een diamond pickaxe kunnen geven of zo? Dan gaat het veel sneller. Als ik die kant op kijk, dan krijg ik zo'n ding van de ender dragon. Dus ik neem aan dat ik deze kant op moet dan. Ah, hè, de uitweg. Zo, hey. Ender dragon. Maar... ik moet eigenlijk gewoon doodgaan. Dus kan ik niet nou gewoon net zo goed hier omlaag springen of zo? Oh, was zo naar om van dingen af te springen. Hey, ik ben dood. Lekker. Hoppa, level 12. Een boog met een arrow. Nou ja, als ik zo'n ding schiet, reflect dat dan of zo? Nee. Oh, wacht. Maar zo wel. Haha. Is ook een ding in de echte Minecraft-wereld trouwens. In de versie die we nou spelen. Dat is me nog nooit overkomen dat dit gebeurt namelijk. Dat is zo droog. Ja, ik heb twee hartjes en zo weer over. Heppa. Volgende level. Level 13. Honger. Nou ja, dan gaan denk ik gewoon alle voeten eraf of zo. Ja, alle voet gaat eraf. Hé, dan kan ik misschien ook wel een Rudy geven. Dat is ook een leuk. Ik kom met ideeën, jongen, in deze map. Nou is de kwestie om wachten. Neem ik aan. We zijn er bijna, hoor. Ah, één hartje. Eén handje. Mijn dood. Volgende mappie. Enderpearl. Nou heb ik echt heel veel enderpearls. Oh, easy. Dat is wel heel easy, ja. Ja, maar jemig. Oh. Potions. Witch hat. Nee, die ken ik niet. Water bottles en witch hat. Huh, als je een witch hat op hebt... dan gaat je voet eraf als je water drinkt. Wat is dat nou weer van onzin? Dat ken ik echt allemaal niet gewoon. Oh, dan ben ik ineens poisoned, joh. Ben ik hard? Word ik ineens keihard? Wat? Oh, dat moet ik bij Rudy doen. Hoe maak je een witch hat in Minecraft? Laat het weten in de comments. Ik moet het weten. Vet. Oké, grappig. Level 16. Suffocate. Oh, tuurlijk. Weet je wat je nou doet? Je gaat gewoon hier zo staan in de hoek... plaats zand boven je hoofd. En die valt op je. Oh, dat is niet handig. Oké, plaats gewoon meteen twee. Poenk, poenk. Oh, waarom doet hij niet? Oh, hier hebben ze een plekje gemaakt om dit te doen. Kijk, makkelijker. Dankjewel, map creator. Ik waardeer het. What to do? Wat moet ik doen? Oh, er is letterlijk niks. Oh, ik kan de map gewoon slopen. Dat moet ik niet doen. Of misschien wel. Misschien moet ik wel gewoon slopen en eruit springen. I don't know, ik probeer het maar toch. Oh, dat was goed ook. Lol. Glass bottle. En dan moet ik hierboven een nether ward. Maar ik moet ook blaze powder hebben om dat ding überhaupt aan te steken, of niet? Weet je wat ik ook kan doen? Een hexhoed opzetten. En dat weet ik niet. Oh, hier heb je water. Dan. Ik moet wel water hebben. Oh, je hebt nog helemaal geen blaze dingen nodig voor de brewing stand. Potion of healing. Ja, ik neem aan dat ik mezelf niet moet healen. Kan ik zo'n potion of healing? Kan ik die niet omslaan naar iets wat ik... waarmee ik mezelf te kan killen of zo? Oh! Nou ga ik bij een potion of healing ga ik nog een spider eye doen of zo. En misschien kan ik mezelf te killen. Hopelijk is dat het. Ja, potion of harming. Daar lijkt er meer op. Kijk, damage. Kijk. Serieus, moet ik er meer hebben? Dat is naar. Nou kreeg ik wel levens op mijn voet. Ja, hey. Oké, ik kan die meloen eten. Kan niet. Oh, nee. Ja, zo moet in ieder geval.
Punk. Ik vind het goed geweest bij deze. Ik weet hoe die werkt, oké. Look up. Oké, ik moet omhoog kijken. Hier hangt een dropper. Wat moet ik ermee? Hij hangt er maar. Maar ik kan er niks mee. Of moet ik hem activeren of zo? Hier staat wel een knop. Oh, wat te doen alleen. Oh! Ja, nu wel, ja. Natuurlijk. Super droog. Geniaal. Wat is dat sound? Ik hoor iets. Wat is dat geluid? Wow! Wat gebeurt er, man? Dat slaat er helemaal nergens op. Oké. Een varkenstunnel. Zadels, wortel en pikken. Oh, wacht. Dit vind ik wel een leuke. Moet ik hierin op een of andere manier? Ik snap niet zo goed wat de bedoeling is. Oh, dat zijn heel veel varkens. Carrot onder stick. Ja, dan gaan ze me volgen, maar hoe werkt het? Maar hoe laat ik hun hier in die tunnel lopen dan? Ik heb een idee. Ik ga hier al die varkens spannen. Ik heb een saddle. Die zet ik op zo'n varken die ik hier even in ga duwen. En nou zet ik erop. En ik zit vast. Oké, ik heb een idee. Ik sla het allemaal kapot. En ik ga daarheen. En je moet nou gewoon even voorstellen dat ik op een varken zit. Want zo werkt het volgens mij. Maar ik heb de map een beetje kapot gemaakt. En dan val ik omlaag. En dan kijk ik dood. Oh, wow. Wow. Super droog. Lava jump. Oké. Lava spray. Ik kreeg allemaal zadels. Wat moet ik nou weer met zadels? Oh, dan krijg ik een horse. Ah, yeah. Hihihi. Hoppa. Oh, en dat is super droog. Zo. Doet veel damage. Zo, joh. Oké. Leuk mapje wel. Sam, ja, iets komt er aan wat hierboven zit. Die maan doet toch helemaal niks? Of wel dan? Ik ga even kijken wat ik moet doen. Oh ja, dan moet ik zeker eens op een knopje drukken. Ja, dat zegt er dan van tevoren. Ja, zo komt er iets om mijn hoofd. Oh, nontje. Cactus everywhere. Ja, cactus moet ik weer tegenaan lopen. Dan ga ik vanzelf dood. Dat is helemaal logisch. Papa chulo. Cactus. Oh, dat zit even cactussen. Dank je. Autokill. Oh, wat? Super droog. Deadly music. Dodelijke muziek. Nou, ben benieuwd. Hallo, krijg ik ook een mixtape dan? Waar kan ik mijn SoundCloud rap hier inschuiven? Yo, ik ben James E. Nee, je weet niet. Ik speel Minecraft for a living. That's for Thanksgiving. Yeah. Nou, dat is heel kansloos. Maar wat gebeurt er nou? Oh, ik krijg een cd'tje ervan. Hoor je daar, mijn mixtape is lit. Ik ga er gewoon dood van. Cool stage. En de muziek blijft nog maar aan. Lekker, smoothie jazzy. Ja, ik moet dit in de brand zetten, zeker. Hoppa. En dan ga je gewoon lekker in open hart en dan fik je af, ja. En dan ben je af. Wolf attack. Ah, nou, ja. Ik moet gewoon allemaal wolven neerzetten en die gaan mij aanvallen, neem ik aan. Wow! Lol! Dit is zo raar! Deze map! Zombie Pikmin, ja, die doen precies hetzelfde. Als ik eentje ga aanvallen, dan slaan ze me allemaal naar de tierenlier. Oh, hier kan ik echt van genieten van dit ding. Gewoon van die dingen waar ik helemaal nergens op slaat. Oké, dan sla ik er één. En dan. Wow! Oké. Laatste. Wat komt down from the storm? Wat komt terug naar beneden van de storm of iets? Oh. Ze kreeg nog serieus al bliksem op mijn nek. Ah. Oké, dat was het. Ja, oké. Ah, nou kan ik rondvliegen. Dat is leuk. Maar die mag ik op zich wel even stoppen met bliksem hoor. Die kamer. Ja, ik snap het wel. Ze stond nog wel met bliksem, ja. Het is zo luid. Oké, ga weg. Stop. Oké, ik ga zo ver mogelijk weg van die bliksem. Ik wil er niks meer vanaf horen. Ik breek even in bij 30. En dan sla ik het ding gewoon helemaal kapot. Ik wil geen bliksem meer. Hij blijft maar bliksem aan. Nou ja, ik zet het geluid gewoon even uit. Oké, geluid heb ik uitstaan van de bliksem. Nou kan ik jullie even de map laten zien. Dit zijn dus al die werelden waar ik net in kwam. En ook 30 verschillende manieren om dood te gaan. Ik vond de map op zich wel vrij grappig. Sowieso die random dingen die tussendoor gebeuren. En aan de andere kant ook misschien wel een beetje leerzaam. Misschien niet, misschien wel. Ja,
Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. In ieder geval, ik vond het wel geniaal. Abonneer lekker op mijn kanaal. Doe dat blauwe duimpje omhoog. En mijn Instagram link staat ook nog in de beschrijving. En laat ook zeker even een leuke comment achter. En ik zie jullie weer bij de volgende aflevering. Later.